Jongens, we zijn net te laat. We hebben een bosmuis gezien en die ging daarin. En nu zit hij blijkbaar binnen in zijn hol en wil er niet meer uitkomen. Maar je ziet het, het is bijna niet te zien. Maar daar is het. Heel erg gaaf. Jongens, ik sta nu eventjes aan de andere kant van de waterbron. Maar zo is die eigenlijk nauwelijks te zien. Want daar, waar dat boompje is, daar komt die uit, zeg maar. En je ziet het, hier is het een stuk hoger. En je ziet het ook al aan die bomen. Dat dat gedeelte daaronder een heel stuk lager ligt. En je ziet het ook. Hier gaat het ook omhoog. En dit gaat heel iets naar beneden, zeg maar. Ik zit eventjes te kijken. Hier heb je weer van dat mos aan de boom zitten. En het zit altijd bijna aan één kant eigenlijk altijd. Heel mooi. Dit is officieel de NTB-route. Die wordt gebruikt door wielrenners. Dat kun je ook zien. En daar is dus het voetpad voor ons. Jongens, kijk eens even hoe groen dat is. Heel mooi. Als ik dit zie, dan wil ik bijna weer mijn kerstboom gaan zetten. Jawel. Toen hoorde ik wel degelijk een geluid. Wacht even. Het kan natuurlijk zijn dat hier ook bosmuizen zitten. Ook aan deze kant. Oh. Ja, die kunnen eigenlijk overal zitten. Jongens, kijk eens even wat een mooi stuk hier. Sommige mensen hebben dat gewoon in de achtertuin staan, hè? Ah jongens, wacht. We gaan eventjes kijken bij de hagedissenplek. Ik zei laatst salamanders, maar dat zijn gewoon hagedissen blijkbaar. Ja, dat was bij dit boompje hier. En dan precies aan de overkant. Dus daar. Kijk, op deze plek, als hier de hele dag de zon op schijnt in de zomer, dan heb je hier hele grote kansen om ze te zien, die beesten. Want die kunnen eigenlijk van alle kanten kunnen die hier komen. En dit, op zich is dit een hele warme plek altijd. Want je ziet het als ik de camera die kant heen draai. Dan zie je dat daar de zon staat. En die staat hier eigenlijk de hele dag op. En in de zomer is het hier bloed en bloed heet. Dan kun je op deze plek kun je heel goed hagedissen spotten. Dus deze plek houden we even in de gaten. Kijk, dit is echt zo'n veldje daarvoor. Heel mooi. Ik heb hier eigenlijk op deze plek hier, dat zou je eigenlijk wel verwachten, heb ik hier eigenlijk nog nooit herten gezien. En dit zou echt een hele mooie hertenspotplek zijn in de avond. Maar ja, hier ligt ook geen eten en al die dingen meer. Dus er is wel een waterbron daar beneden. Maar daar heb ik ze eigenlijk ook nog nooit gezien. Wel heel veel vogels. Dan moet ik er wel bij zeggen, ah jongens, kijk, ik zie het nu pas. Kijk dan wat ze gedaan hebben. Dat hebben ze blijkbaar met de hand gecreëerd voor die beesten. Voor die hagedissen. Kijk, en dit soort plekken vinden ze blijkbaar mooi. Waar ze zich kunnen verschuilen. En ook in de zon kunnen liggen. Dus hier zo op deze plek. En je ziet het. Daar is de zon. En daar zijn, als het goed is, in de zomer de hagedissen. Kijk dan. Oké dan, wow.
Kijk dan hoe dikke laag mos daarop ligt. Gaaf. Is hij nou omgekikt of niet? Wacht even. Hij is volgens mij afgebroken halverwege. Wow. Nu is het opeens een heel stuk stiller geworden in het bos. Ik hoor nog wel vogelgeluiden, maar niet heel veel meer. Zo, dat gaat echt snel. Kijk, hier kun je het heel goed zien, als ik een beetje achter deze boom ga staan, hoe fel de zon eigenlijk op die plek schijnt. Echt enorm. Ik heb nou zo'n speciale kalender, die doortelt. En daar ga ik opschrijven. Dat is een speciale kalender voor het bos eigenlijk. Wanneer ik spullen vind, bijvoorbeeld wanneer ik beukennoten vind, wanneer ik salamanders zie, wanneer de kastanjes zijn, dat noteer ik dan. En dan kan ik dat een beetje bijhouden. Dus dat is ook wel grappig. Kijk dan, dit is die NTB-route, jong. Hier loopt die. Kijk, en dat soort plekken... Daar dus. Daar kun je, als je een beetje geluk hebt, roodborsten filmen. En koolmezen en pimpelmezen, want die houden wel van dat soort dingen. Maar nu, wat gaan we doen? We gaan eventjes deze kant heen. We gaan eventjes bij de waterbron kijken. Je ziet het al daar beneden. Daar is het begin van de waterbron. Kijk, en ook hier heb je weer van die hoge bergen opeens. Nou, kijk, nu begint het wel heel ietsjes bewolking te komen hier. Maar de rest is gewoon helemaal strak blauwe lucht. Dus het is op zich wel mooi. Jongens, kijk eens eventjes naar dat verschil hier qua bos. Hier heb je een hele hoge berg, die gaat omhoog. Dan heb je hier het looppad wat eigenlijk een beetje in een soort van dal ligt. En dan heb je hier eigenlijk ook allemaal van die structuren. En dan heb je daar beneden heb je de waterbron, het begin. Daar gaan we nu even kijken. Gaan we eventjes via deze kant doen. Hier ligt wat hout. Kijk, hier is het. Kijk, en als je heel goed kijkt, dan zie je dat dit het begin is van de waterbron. Maar eigenlijk aan alle kanten loopt het hier regelrecht schuin omhoog, waar je ook kijkt.